Beste nabestaanden, dames en heren, hartelijk welkom op de Javazee. Ik ben hier samen met mijn collega Leon Borghuis gekomen om zorg te dragen voor de verstrooiing van as van misschien wel uw dierbaren op zee. We zullen straks vanuit de haven van Den Helder uitvaren en een mooi plekje ergens hier op zee uitzoeken. Daar zal de verstrooiing gebeuren. De omstandigheden op dit moment zijn rustig te noemen. Er staat weinig tot geen wind. Dit is de uitgestelde vaart van dinsdag 11 februari. Toen waren de omstandigheden bijzonder slecht te noemen, met een windkracht 7 tot 8 hier op de Waddenzee op de Noordzee. Vandaag dus betere omstandigheden. Bijzonder rustig, bijna stil. Een soort stilte voor de storm, want komende weekend verwachten ze Dennis. Hier op de Waddenzee. We zijn hier gaan stilliggen. Zoals gezegd gaan we hier een verstrooiing uitvoeren waarbij de nabestaanden de speciale wens hebben om het op de Waddenzee te laten gebeuren. Ik neem de positie op. Sla ik op mijn telefoon. En het tijdstip. 11 uur 25. Als het ware de asverstrooiingslocatie, het zeegraf.
Bereikt. Hier op zee zijn we gaan stilliggen en we liggen recht tegenover de vuurtoren Lange Jaap. De positie heb ik op mijn telefoon weer opgenomen. Ik ga de scheepsbel luiden om de verstrooiingen aan te kondigen. It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Misschien hebben we wel een dierbare van u verstrooid.
U heeft in ieder geval kunnen zien onder welke omstandigheden en met welke ceremoniële handelingen we dit hebben gedaan. Als u nou vragen heeft over deze assenstrooiingsvaart of over andere vaarten die we doen of vluchten, neem dan contact met ons op. Kijk maar eens op onze website www.assenstrooiing.nl. We staan u graag persoonlijk te woord. Mede namens de bemanning van de Javazee, mijn collega Leon Borghuis en ikzelf, bedankt voor uw vertrouwen. Sterkte. Salut.